Hey, welkom bij een nieuwe video. In de hedendaagse maatschappij wordt het concept van familie steeds diverser en inclusiever. Dit is vooral zichtbaar in het toenemende aantallen gezinnen dat kiest voor het verwelkomen van adoptiekinderen in hun leven. Jake en Maxine, een stel dat in mei van 2016 trouwde, hadden altijd al een groot gezin voor ogen. Hun reis begon in december van 2019 toen ze met vreugde het adoptieproces voltooiden en officieel wettelijke voogden werden van 5 kinderen, inclusief hun eigen biologische kind kregen. Ze hadden echter geen idee dat hun gezin exponentieel zou uitbreiden. Een paar weken na de adoptie ontving Maxine verbazingwekkend nieuws. Ze was zwanger van 4 leerlingen. Rond dezelfde tijd ontdekten ze een groep broers en zussen van 4, 2 en 11 maanden oud die een thuis nodig hadden. Zonder aarzeling adopteerden Jake en Maxine hen en, alsof dat nog niet genoeg was, verwelkomden ze minder dan een maand later een 4de kind die net was geboren. Hun reis naar het ouderschap was niet zonder uitdagingen. Jake en Maxine maakten miskramen mee, chemische zwangerschappen en ondergingen rondes van IVF voordat hun zoon Henry werd geboren in oktober 2018. Het feit dat Maxine op natuurlijke wijze zwanger werd van 4 leerlingen is een zeldzaamheid met kansen van ongeveer 1 op de miljoen. Haley Aukinis was een Engelse auteur en activist die op 3 december 1997 werd geboren en op 2 april 2015 op 17-jarige leeftijd overleed. Ze kreeg op 2-jarige leeftijd de diagnose progeria, een uiterst zeldzame genetische ziekte die snelle veroudering bij kinderen veroorzaakt. Ondanks dat de gemiddelde levensverwachting van mensen met deze aandoening 13 jaar is, nam ze deel aan een medicijnproef waardoor ze de voorspellingen van haar artsen voor haar levensduur wist te overtreffen. Haley stond bekend om het verspreiden van bewustwording over progeria en reisde vaak van haar huis in Engeland naar Boston in de Verenigde Staten om nieuwe behandelingen te ontvangen. Haar autobiografie, Old Before My Time, werd gepubliceerd in 2012. Progeria treft slechts ongeveer 1 op de 20 miljoen mensen en er zijn wereldwijd slechts ongeveer 100 bekende gevallen. De symptomen van progeria worden meestal duidelijk in de eerste paar maanden van het leven en omvatten groeistoornissen, verlies van lichaamsvet en haar, gerimpelde huid, stijvige gewrichten en hart- en vaatproblemen. Kinderen met progeria hebben vaak ook een opvallend uiterlijk, zoals een klein gezicht, smalle neus en uitstekende oren. Zhao Hukang is een jongen uit China die werd geboren met een zeldzame aandoening die bekend staat als craniofaciale duplicatie. Wat gebeurt is dat het embryo niet goed verdeeld wordt, wat kan resulteren in een foetus met 2 identieke of versmolten gezichten. Craniofaciale duplicatie is een ontzettend zeldzame aandoening, met zeer weinig gevallen wereldwijd gerapporteerd. Geschat wordt dat het voorkomt in minder dan 1 op een miljoen levend geborenen. Bij Zhao zorgde het ervoor dat hij geboren werd met 4 ogen, 2 neuzen en 2 lippen, wat meerdere chirurgische ingrepen vereiste om te corrigeren. Zijn verhaal kreeg internationale aandacht toen beelden van hem met een zelfgemaakt masker viraal gingen op social media. Het masker was ontworpen om het tweede gezicht te verbergen. Na meerdere operaties, waaronder het toevoegen van een voorhoofd, neus en tanden aan zijn tweede gezicht, kan de jongen nu lachen en spelen als elk ander kind. Hij werd bij zijn geboorte in de steek gelaten door zijn ouders en werd opgenomen in een weeshuis. Op 2-jarige leeftijd werd Zhao ontdekt door fotograaf Wu Yongning die foto's van de jongen maakte. Dit bracht aandacht naar de medische toestand van de jongen en leidde tot een golf van steun en donaties om te helpen bij zijn medische behandeling. Begin 2013 meldde men dat Zhao het goed deed en naar school ging zoals andere kinderen. Petro Bayakatonda is een jongen die in een afgelegen dorp in Uganda woont. Helaas is hij geboren met een zeldzame genetische aandoening die bekend staat als het Crouzon-syndroom. Deze aandoening heeft zijn schedel in een kegelvorm gedrukt, waardoor het voor hem moeilijk werd om te zien, eten en zelfs normaal te ademen. Gelukkig trok Petro's verhaal de aandacht van een wereldberoemde chirurg, Dr. Kenneth Sawyer. Dr. Sawyer leidt een liefdadigheidsorganisatie genaamd de World Craniofacial Foundation die kinderen over de hele wereld helpt met ernstige schedelafwijkingen. Dankzij deze ongelooflijke organisatie kon Petro worden geholpen. De operatie was echter niet zonder risico's, omdat zijn hersenen omhoog waren gegroeid in plaats van naar voren en zijn ogen waren uitgehold tot het punt waarop hij bijna zijn gezichtsvermogen verloor. Echter, met de hulp van Dr. Sawyer en zijn team werden Petro's hersenen gecorrigeerd en vroege tekenen wijzen erop dat hij volledig zal herstellen. Dr. Sawyer injecteerde namelijk proteïne in de getroffen gebieden, wat moet helpen om Petro's hoofd normaal te laten groeien.
Petro's verhaal is ook een inspiratie geweest voor velen en zijn reis werd in 2007 uitgezonden op de populaire TLC en Discovery kanalen. Hoewel het Crouzon-syndroom een zeldzame aandoening kan zijn, blijft de World Craniofacial Foundation jaarlijks meer dan 75 kinderen uit de hele wereld helpen. Olivia Fransworth is een erg uniek meisje, want ze kan namelijk geen pijn, honger of vermoeidheid voelen. We zouden haar ook wel een meisje met superkrachten kunnen noemen, ook al zeiden artsen dat ze bionisch is. Helaas komt deze super zeldzame aandoening met wat gevaar, want sinds ze geen pijn kan voelen, zou ze gemakkelijk gewond kunnen raken. Of omdat ze geen honger voelt, kan ze vergeten om iets te eten. Beth Leedkamp en Stephanie Cully waren onafscheidelijk als beste vriendinnen op de middelbare school. Toen Beth met haar 6 kinderen terugverhuisde naar Virginia vanuit Texas, herstelde ze het contact. Maar tragisch genoeg overleed Beth op 39-jarige leeftijd na een strijd tegen borstkanker. Ze was 2 jaar eerder gediagnosticeerd terwijl ze zwanger was van haar jongste kind. Voor haar dood deed Beth een laatste wens aan Stephanie, met wie ze in de loop der jaren een diepe band had ontwikkeld. Na het nieuws te hebben ontvangen dat haar kanker zich had verspreid, regelden Beth en Stephanie snel tijdelijke voogdijpapieren voor de kinderen. Toen het moment daar was, voegde Beth's 6 kinderen zich bij Stephanie's gezin dat al uit 3 kinderen bestond. In een verrassende wending kreeg de familie, nu bestaande uit 11 leden, een levensveranderende verrassing. Ze kregen in een show een genereus schoolfonds van $90.000 voor de kinderen samen met een gloednieuw meubilair voor hun huis. Kun je je voorstellen dat je vissenschubben in plaats van huid hebt? Het is geen metafoor of een manier om te zeggen dat je een grote fan bent van Aquaman. Het is een echte huidaandoening en dit kleine jongetje heeft het. Pan Xingguang is een 8-jarig jongetje uit Wangling, Oost-China die leidt aan een zeldzame en erfelijke huidziekte genaamd ichthyosis. Deze ziekte veroorzaakt een droge, verdikte en schilferige huid die vaak wordt omschreven als een huid die lijkt op die van een vis. In het geval van Pan heeft de ziekte zijn hele lichaam aangetast, inclusief zijn gezicht en ledematen, waardoor het moeilijk voor hem is om zich te bewegen en op een normale manier te zweten. Ichthyosis is uiterst zeldzaam en wordt veroorzaakt door een genetische mutatie die vaak wordt geërfd van beide ouders, maar in sommige zeldzame gevallen kan een mutatie spontaan optreden zonder een geërfde link. De aandoening wordt meestal bij de geboorte of in de vroege kindertijd vastgesteld en er is geen genezing voor. De symptomen van ichthyosis kunnen variëren afhankelijk van het type en de ernst van de aandoening. Veel voorkomende symptomen zijn een droge, schilferige huid, ruwe of verdikte plekken op de huid en jeukende of brandende sensaties. Kelly en Carter Torres zijn Siamese tweelingen geboren in Idaho in de Verenigde Staten. Ze werden geboren in 2017 en hebben sindsdien samen de kans overwonnen. Hoewel ze een borstkas en lever delen, hebben Kelly en Carter hun eigen hart en maag. Hun moeder Chelsea heeft besloten om hen niet te scheiden en zich te richten op hun ontwikkeling en dagelijkse leven. Ondanks de uitdagingen die gepaard gaan met het verbonden zijn, leiden de zussen een gelukkig en gezond leven. Tweelingen die met elkaar verbonden zijn, zijn een zeldzaam fenomeen wat slechts 1 op de 50.000 tot 1 op de 200.000 voorkomt. Of iemand zal overleven is voornamelijk afhankelijk van hun lichaamsbouw en de mate van orgaanverdeling. De moeder zei dat ze gelooft dat Kelly en Carter een sterke band hebben en dat de scheiding te riskant zou zijn voor beide. Ze wil ook dat ze zo normaal mogelijk leven en gelooft dat scheiding hen een fysiek en emotioneel trauma zou opleveren. Volgens de moeder weten de tweelingen niet beter en zijn ze erg gelukkig samen. De aandoening van Tessa is zo zeldzaam dat deze sinds 1931 slechts bij 47 individuen is gerapporteerd, waardoor het een van de zeldzaamste aangeboren afwijkingen is die de medische wetenschap kent. Hierdoor is er een beperkte informatie beschikbaar over de lange termijn prognose en behandelingsmogelijkheden voor personen met deze aandoening. Tessa Evans is een van die 47 mensen. Ze werd geboren met een uitzonderlijk zeldzame medische aandoening genaamd CCA, wat betekent dat ze zonder neus werd geboren. Tessa kreeg een baanbrekend cosmetisch neusimplantaat en werd de eerste persoon ter wereld die de procedure onderging. Het proces zal meerdere operaties omvatten om het implantaat te vervangen naarmate Tessa ouder wordt, zodat de neus verandert en met haar gezicht meegroeit. Uiteindelijk, als ze een tiener is, zal ze de definitieve prothese ontvangen die zal worden getatoeëerd met lichte en donkere tinten om het eruit te laten zien als een echt lichaamsdeel. Brock Brown is een reusachtige jongen die een ongelofelijke 2,36 meter lang is. Destijds werd hij bekroond tot de langste tiener ter wereld en artsen dachten dat hij de volwassen leeftijd niet zou halen.
Brock werd namelijk geboren met het Sotus-syndroom, een genetische aandoening die vooral bekend staat als cerebraal gigantisme, wat betekent dat hij maar blijft groeien. Gelukkig heeft hij vandaag de dag zijn droombaan gevonden en werkt nu in een sportcentrum. In een opmerkelijke wending vonden een echtpaar uit Wisconsin zichzelf midden in het adopteren van twee sets tweelingen, terwijl ze ook hun eigen tweelingen kregen. Wat nog intrigerender is, is alle tweelingen deelden dezelfde verjaardag, namelijk 28 februari, maar ze waren wel geboren in verschillende jaren. Carrie en Craig Kosinski, die op een boerderij in Union Grove wonen, hadden altijd al de intentie om te adopteren. Vanwege Carrie's diagnose van endometriose en andere complicaties die de ovulatie beïnvloeden, versnelden ze echter hun adoptieplannen. Carrie, nu 28 jaar, werd als kind geadopteerd en groeide op in een groot gezin van 9, wat haar verlangen naar een groot gezin inspireerde. Hun pad naar het adopteren van de eerste set tweelingen begon toen een kennis van de middelbare school hen in 2013 benaderde op zoek naar potentiële adoptieouders voor haar tweelingen. Intrigerend genoeg had de biologische moeder al een oudere set tweelingen die op dezelfde dag waren geboren, een jaar eerder. 3 maanden later werd de Kosinski's de wettelijke voogden van de twee tweelingen, genaamd Kenna en Adeline. Een jaar na het adopteren van de jongere set tweelingen nam de biologische moeder opnieuw contact op met de Kosinski's. Geconfronteerd met financiële uitdagingen vroeg ze of ze ook de voogdij over de oudere set tweelingen wilden, JJ en Cici. Maar de familie Kosinski stond nog een verrassing te wachten. Vorig jaar ontdekten ze na IVF-behandelingen dat ze in verwachting waren van hun eigen tweeling. Hun biologische dochters, Clarissa en Caroline, kwamen ook op 28 februari ter wereld. Bayanesa Liberata is een vrouw uit Rwanda die beviel van een kind met het hoofd van een alien. Doordat het kind er zo uitzag, besloot haar man haar in de steek te laten en noemde het kind een duivelskind. Pestkoppen in haar dorpje noemden het kind een alien. Deze geboorte kwam als een schok voor de vrouw, aangezien ze zonder problemen eerder kinderen had gekregen. Tijdens haar zwangerschap waren er geen complicaties en bleef ze thuis tot ze naar het ziekenhuis ging om te bevallen. Maar net als haar man waren artsen verrast toen ze het hoofd van het kind ontdekten. Zijn moeder heeft gevochten voor zijn behandeling en om een goede kwaliteit van leven voor haar zoon te krijgen. Hoewel ze veel uitdagingen heeft moeten overwinnen, heeft de vrouw de hoop niet opgegeven. Ze blijft voor haar kind zorgen en hoopt dat hij een volwaardig leven kan leiden. Gelukkig staat ze er niet alleen voor. Dankzij het bedrijf Afrimax, die het verhaal met de wereld deelde, kreeg ze hulp. Donaties begonnen binnen te komen, genoeg om naar de stad te gaan en om uiteindelijk een operatie te krijgen. Laten we hopen dat het goed gaat met de jongen tegenwoordig. Toen Isaiah Bird begon met worstelen, wetende dat hij een ernstig nadeel had omdat hij zijn benen miste, had hij nooit verwacht dat hij op een dag zou schitteren in een Nike-commercial. Isaiah begon te worstelen toen hij 6 jaar oud was en binnen een jaar was hij al erg goed. Zijn liefde voor worstelen begon nadat hij zijn oudere broer zag concurreren en besloot dat hij het ook wilde proberen. In eerste instantie had hij moeite om een team te vinden dat hem wilde accepteren vanwege zijn fysieke beperkingen, maar uiteindelijk vond hij een lokale coach die bereid was met hem te werken. Met de hulp van protheses kon hij zich bij het team voegen en beginnen met concurreren, waarbij hij zijn superieure bovenlichaamsterkte gebruikte om een voorsprong te krijgen. Ondanks de vele uitdagingen werkte Isaiah hard en vond hij snel succes op de worstelmat. In zijn eerste jaar van competitie won hij verschillende wedstrijden en werd hij een waardevol lid van zijn team. Hij bleef trainen, ook al kreeg hij kritiek en twijfels van anderen die dachten dat hij nooit op een hoog niveau zou kunnen concurreren. Het verhaal van Isaiah zou iedereen moeten inspireren om zijn passie en dromen te achtervolgen, ongeacht hoe je eruit ziet. Deze 11-jarige jongen uit de Filipijnen, waarvan zijn naam onbekend is, is geboren met een zeldzame aandoening waardoor zijn benen op flamingobenen lijken. Door dit voorval bogen zijn knieën de verkeerde kant op en moest hij een operatie ondergaan om zijn leven te normaliseren. Nu leert hij op een nieuwe manier te lopen en laten we hopen dat hij het haalt, zodat hij weer normaal door het leven kan. In 1997 adopteerde een Amerikaans echtpaar dat niet bij de naam werd genoemd voor hun privacy en bescherming 2 kinderen uit Rusland, Carolee en Joshua. Echter, kort na hun terugkeer naar de Verenigde Staten merkten ze verontrustend gedrag bij Carolee. Ze staarden vaak in de verte in een transachtige toestand en vertoonden tekenen van kilheid en woede. Carolee begon uiteindelijk hallucinaties te ervaren en stemmen te horen. De situatie bereikte een kritiek punt toen ze naar verluid probeerde haar broer van een brug af te duwen.
Uit angst voor haar en dat ze haar broer pijn zou doen, stuurde ze Caroline naar Rusland in de hoop dat de psychiatrische kinderfaciliteit daar meer succes zou hebben bij het behandelen van haar. Een journalist genaamd Troy Roberts documenteerde dit meeslepende verhaal in een show genaamd The Perfect Child, die in het jaar 2000 werd uitgezonden. Hij ontmoette Caroline als kind en was geïnteresseerd in haar verhaal en wat haar was overkomen. Na meer dan 2 decennia kon hij uiteindelijk met haar herenigen in North Carolina, niet ver van waar ze momenteel woont. In een interview deelde ze dat ze als kind worstelde met depressie en voelde dat haar adoptieouders haar broer voortrokken. Ze benadrukte echter dat ze nooit de bedoeling had hem kwaad te doen. Toen Millie Anna Worthy werd geboren had ze al veel haar, maar het opvallendste gedeelte was een witte plek van haar haar op haar voorhoofd. Dezelfde plek die haar moeder heeft. Millie Anna werd geboren in Richland, South Carolina en haar witte plekje haar werd veroorzaakt door een huid- en haaraandoening die bekend staat als polyose. Het is een aandoening die het gebrek aan pigment in het aangetaste gebied veroorzaakt en het is niet schadelijk en vereist geen behandeling. Het kan echter soms worden geassocieerd met andere gezondheidsproblemen zoals auto-immuunziekte. Ze heeft dit unieke kenmerk geërfd van haar moeder Brianna, die ook een witte streep in haar haar heeft, evenals haar oma en overgrootmoeder. Millie Anna is dus de 4e generatie in haar familie die het zeldzame kenmerk vertoont. Ondanks dat ze te maken krijgt met plagerijen en negatieve opmerkingen van anderen, is Brianna van plan haar dochter met vertrouwen en zelfliefde op te voeden en haar eraan te herinneren dat ze mooi en speciaal is zoals ze is. Lymfodeem is een aandoening waardoor overtollig vocht zich ophoopt in weefsels, waardoor zwelling ontstaat op verschillende delen van het lichaam. Bella Roberts kreeg op 6-jarige leeftijd deze diagnose en leeft sindsdien met lymfodeem. Deze genetische aandoening is bij de geboorte aanwezig of ontwikkelt zich later in het leven als gevolg van een erfelijke afwijking in het lymfestelsel. Bella is een voorvechter geworden voor mensen met lymfodeem door bewustzijn te creëren over de aandoening en anderen aan te moedigen om hun ervaringen te delen. Naast het creëren van bewustzijn heeft Bella haar verhaal gedeeld via interviews en video's, waaronder een ontroerende video die haar reis documenteert. Er zijn echter verschillende soorten van lymfodeem, maar het type dat Bella heeft, primaire lymfodeem, treft slechts ongeveer 1 op de 100.000 mensen. Bella was de eerste baby in Engeland die ermee gediagnosticeerd werd. Nadat ze was ontdekt door een modellenbureau begon ze op 13-jarige leeftijd met modellenwerk. Tegenwoordig studeert ze schoonheidstherapie. Zo nu en dan gaat er een foto van een ongewone baby viraal. Soms is het een hoax, maar deze volgende foto is zo ongelooflijk dat het mensen daadwerkelijk deed twijfelen of de baby echt is of niet. Zoals het eruit ziet is dit mogelijk een baby die is geboren met de donkerste ooit geregistreerde huidskleur in de geschiedenis. Naar verluidt werd deze baby geboren in Zuid-Afrika. De foto van de baby is zo verbijsterend dat er geruchten waren dat hij een plekje kreeg in het Guinness Book of World Records voor het zijn van de donkerste baby ooit. Maar we kunnen dit feit betwisten aangezien Guinness World Record geen huidtinten als deze registreert. Hoe dan ook, het blijft de vraag of deze baby echt is of niet. Het zou mogelijk kunnen zijn, maar wat denk jij? Laat het me weten in de reacties. Arya Permana werd het zwaarste kind ter wereld genoemd, want zijn gewicht was een ongelofelijke 192 kilogram. De 10-jarige jongen uit Indonesië moest verschillende plastische operaties overwinnen om af te vallen, zodat hij weer normaal naar school kon gaan. Maar hoe is hij in eerste instantie zo dik geworden? Nou, ongezond voedsel. Arya at normaal minstens 5 maaltijden per dag die bestaan uit noedels, rijst, vlees en vis. Maar het grootste probleem was dat hij het in grote hoeveelheden consumeerde samen met enorm veel cola. Chahat Kumar is een jong meisje uit Punjab, India die geboren is met een zeldzame aandoening die ervoor zorgt dat ze snel gewicht aankomt. Volgens rapporten had ze een normaal gewicht bij haar geboorte, maar begon ze op 4 maanden oud enorm in omvang toe te nemen. Haar gewicht bleef toenemen. In 2017 woog ze 38 pond, wat er overeenkomt met het gewicht van een gemiddeld 4-jarig kind. De ouders van het meisje hebben bezorgdheid geuit over haar toestand omdat ze moeite heeft met ademhalen en ze kan zelfs moeilijk slapen. Ze hebben uiteindelijk medische hulp gezocht voor hun dochter, maar artsen zijn naar verluid in de war over wat haar constante hunkering naar voedsel veroorzaakt. Haar zaak is dan ook door artsen omschreven als een medisch mysterie. Ze is onderzocht door talloze artsen en medische experts, maar ze konden geen specifieke oorzaak van een overmatige gewichtstoename vaststellen.
Sommige artsen hebben gesuggereerd dat ze mogelijk een hormonale onbalans heeft, terwijl anderen speculeerden dat haar aandoening verband zou kunnen houden met een genetische aandoening. Samson Burns leefde 10 keer sneller dan andere kinderen. Maar hoe dan, zie ik je denken? Nou, Sam leefde namelijk met progeria, een zeldzame genetische aandoening die ervoor zorgde dat hij snel verouderde. Hij deelde zijn verhaal via openbare toespraken en de documentaire Life According to Sam. Sam werd geboren in 1996 in Massachusetts en kreeg op jonge leeftijd van 2 jaar de diagnose progeria. Progeria is extreem zeldzaam en komt bij slechts 1 op de 4 tot 8 miljoen geboorten voor. Het zorgt ervoor dat kinderen 8 tot 10 keer sneller verouderen dan normaal. Dit leidt tot een snelle achteruitgang van de gezondheid, waaronder hartziekte en andere ouderdomsgerelateerde aandoeningen. Maar Sam liet zich nooit ontmoedigen en hij gaf nooit op. Hij blonk uit op school, beoefende diverse sporten en had een groot muzikaal talent. Ook werd hij een TEDx-spreker en deelde hij zijn verhaal met miljoenen mensen over de hele wereld. Helaas overleed Sam in 2014 op 17-jarige leeftijd, maar zijn nalatenschap leeft voort. Sam's ouders, Leslie, Gordon en Scott Burns, blijven zich inzetten voor het vinden van een genezing voor progeria. Didier Montalvo, ook wel bekend als Turtle Boy, is geboren met een zeldzame aandoening genaamd CMN. Didier's aandoening is ongelooflijk zeldzaam en treft slechts 1 op de 500.000 pasgeborenen. Deze aandoening zorgt ervoor dat een groep gepigmenteerde geboortevlekken zich ontwikkelen op de huid, vaak in onregelmatige vormen en maten. In dit diers geval bedekte de geboortevlek het grootste deel van zijn rug en leek het op een schildpadschild. Op 6-jarige leeftijd onderging hij een baanbrekende operatie in Londen om de grote moedervlek op zijn rug te laten verwijderen. Op dat moment bestond de schildpadachtige moedervlek uit 20% van zijn lichaamsgewicht. Zelfs zijn artsen zeiden dat die dier zich hebben moeten gevoeld alsof hij een zak aardappelen op zijn rug sjouwde. De operatie werd uitgevoerd door een chirurg die naar Colombia vloog om dit dier te onderzoeken voordat hij hem naar Londen bracht voor de procedure. Na de operatie zat dit dier's rug vol met grote littekens, maar hij kon uiteindelijk een normaal leven leiden, bevrijd van de last van zijn 1 schildpadrug. Kun je je voorstellen hoeveel opluchting het was geweest om dat gewicht van zich af te hebben? Als je naar Alexandra Siang kijkt, is haar leeftijd moeilijk in te schatten. Je zult al helemaal verbaasd zijn wanneer je erachter komt dat ze pas 14 jaar oud is. Alexandra is geboren op de Filipijnen en ze is net geen 1,40 meter lang, terwijl een kind van haar leeftijd normaal gesproken rond de 1,65 zou moeten zijn. Het meisje heeft een zeldzame aandoening waardoor haar lichaam meer op dat van een volwassene lijkt. Toen Alexandra foto's van haarzelf op het internet postte, werd ze al snel een internetsensatie. Sinar Engin is een babyjongen uit Turkije die werd geboren met een hartvormige moedervlek op zijn voorhoofd. De moedervlek heeft de aandacht getrokken van mensen over de hele wereld en hij heeft de bijnaam liefdesbaby gekregen vanwege zijn unieke en schattige uiterlijk. Zijn vader merkte als eerste de moedervlek op toen een verpleegster het bloed van het hoofd van zijn pasgeboren zoontje veegde. Hij was verrast en overweldigd toen hij de hartvormige markering op het voorhoofd van zijn baby zag. De vader van Sinar beschreef het zien van het moedervlek als een geschenk van God en benadrukte dat niemand in de familie negatieve gevoelens had ten opzichte van de moedervlek. Het verhaal van Sinar en zijn hartvormige moedervlek is verschenen in verschillende nieuwsartikelen en is viraal gegaan op social media. Mensen van over de hele wereld zijn verliefd geworden op de schattige baby en velen hebben hun bewondering geuit voor de unieke en prachtige moedervlek op zijn voorhoofd. Het is vrij gebruikelijk om 1 of meerdere moedervlekken te hebben, maar het volgende geval van een jongen genaamd An Xi is wel heel erg uniek. De jongen werd namelijk geboren met een unieke moedervlek op zijn gezicht. Het verbaasde de artsen direct en ze merkten dat het haar van de 8-jarige jongen aan 1 kant van zijn gezicht maar bleef groeien. Dit is een zeer ongewone en zeldzame aandoening en bij de geboorte wisten de artsen niet hoe ze de jongen konden genezen. Helaas werd An Xi op school ook regelmatig gepest en was het moeilijk voor de jongen om ermee om te gaan. Enkele wetenschappers en artsen die over de jongen hoorden boden hem echter de kans op een gratis behandeling in een ziekenhuis in Xiangxing, China. Laten we hopen dat het vandaag de dag goed met hem gaat. Het opmerkelijke verhaal van Michaela de Prince omvat een diepgaande transformatie beginnend van haar vroege dagen in een weeshuis in Sierra Leone tot professionele ballerina. Ze werd geboren in 1995 onder de naam Mabinti Bongura en ze kwam terecht in een wereld die verwikkeld was in een vrede burgeroorlog in Sierra Leone.
Tragisch genoeg viel haar vader ten prooi aan rebellengeweld, terwijl haar moeder bezweek aan ziekte en honger, waardoor ze alleen achterbleef in de wereld. Ze weet zelfs niet hoe haar biologische ouders eruit zagen. Op de tedere leeftijd van 3 jaar bevond ze zich verlaten in een weeshuis waar het personeel, geconfronteerd met haar huidpigmentatieaandoening genaamd vitiligo, haar negatief bestempelde als het kind van de duivel. De witte vlekken op haar donkere huid werden ten onrechte geassocieerd met kwaad of een vloek. In New Jersey ontdekte Elaine en haar echtgenoot Charles, die eerder al 3 Amerikaanse jongens hadden geadopteerd, bij toeval het meisjesfotoboek. Hoewel het echtpaar het tragische verlies van hun geadopteerde zoons aan AIDS door besmet bloed had doorstaan, begonnen ze aan een nieuwe adoptiereis, dit keer naar Afrika. Ze adopteerden Michaela en een ander meisje uit het weeshuis. Zodra ze in de Verenigde Staten waren, schreef alleen haar in voor balletlessen en werd ze uiteindelijk een wereldklasse ster. Rama Haruna, ook wel bekend als het meisje die in een plastic kom leefde, was een Nigeriaanse tiener die zonder ledematen werd geboren. Ze kon niet lopen, eten of voor zichzelf zorgen en ze bracht haar hele leven door terwijl ze door haar familieleden in een plastic kom werd gedragen. Haar verhaal kreeg internationale aandacht nadat er een foto van haar, die door haar broer werd gedragen, viraal ging op social media. Rama werd geboren in Kano, een stad in het noorden van Nigeria in 1995. Haar ouders realiseerden zich al snel dat ze niet zoals andere baby's was, omdat ze geen zichtbare ledematen had. Ondanks talloze medische tests en consultaties konden artsen haar aandoening niet diagnosticeren. Rama's hoofd bleef normaal groeien, maar de rest van haar lichaam bleef onderontwikkeld. Haar moeder zorgde voor haar en droeg haar overal naartoe totdat Rama oud genoeg was voor haar broers en zussen om het over te nemen. Haar broer werd vaak gezien terwijl hij haar in een plastic kom droeg die hij op zijn hoofd balanceerde. Het meisje had naar verluid constant pijn als gevolg van haar aandoening en ze kon niet naar school gaan of deelnemen aan activiteiten zoals andere kinderen van haar leeftijd. Ondanks haar beperkingen had Rama dromen om een succesvolle zakenvrouw te worden. Ze hoopte een kruidenierswinkel te openen en haar familie te ondersteunen. Helaas overleed ze op 25 december 2016 op 19-jarige leeftijd. Eva en Lea zijn Amerikaanse modellen, actrices en influencers die op 7-jarige leeftijd bekendheid kregen toen ze werden erkend als de mooiste tweeling ter wereld. De zusjes werden geboren in Orange County, Californië als dochters van Shaki en Kevin Clements. Ze hebben ook een oudere broer, Chase Clements, die ook model is. Het ziet er naar uit dat goede genen in de familie zitten. In slechts 4 jaar tijd hebben Eva en Lea een enorme aanhang opgebouwd op social media met miljoenen volgers op Instagram. Ze zijn te zien geweest in verschillende prestigieuze publicaties zoals Harper's Bazaar Brazil en Vanity Fair Italia. Als je afvraagt hoe het mogelijk is dat de tweelingzusjes er zo identiek uitzien, hier is een leuk feitje. Identieke tweelingen lijken bijna exact op elkaar omdat ze zich ontwikkelen vanuit een bevruchte eicel die zich splitst in 2 identieke embryo's. Volgens sommige schattingen is ongeveer 30% van alle tweelingen identiek. Victoria Komada is een jong meisje uit New Jersey dat geboren is met een zeldzame aandoening genaamd tibiale hemimelie, waardoor ze met een been zat dat in feite achterwaarts was gedraaid. Deze aandoening treft 1 op de miljoen baby's en kan complexe operaties vereisen om te corrigeren. Ondanks de vele obstakels die haar leven te wachten stonden, waren Victoria's ouders, Scott en Evelina, vastbesloten om hun dochter een normaal leven te laten leiden. En na een reeks moeilijke operaties kon ze uiteindelijk haar eerste stappen zetten op de leeftijd van 3 jaar. De operaties die Victoria onderging waren bedoeld om de positie van haar voet en enkel te corrigeren. De eerste operatie vond plaats toen Victoria slechts 9 maanden oud was, gevolgd door nog 6 operaties over de loop van enkele jaren. De laatste operatie betrof een bottransplantatie vanuit haar heup om een scheenbeen te bouwen dat vervolgens in de juiste positie werd gezet. De familie Komada kreeg ook hulp van dokter Dror Palay, een wereldberoemde chirurg die gespecialiseerd is in procedures voor het verlengen van ledematen. Lola en Claire Hartley zijn geboren met een zeldzame aandoening genaamd microcefalie, wat betekent dat je geboren wordt met een extreem kleine hoofd en hersenen. Claire was het oudere zusje en leed aan dwerggroei en andere zeldzame aandoeningen. Lola was jonger en had microcefalie en dwerggroei. Toen de zusjes werden geboren, zeiden de artsen dat ze geen grote kans hadden om langer dan 1 jaar te leven. Ze lieten de hele wereld echter zien dat ze echte strijders waren, want Claire werd 13 jaar oud en Lola 17 jaar oud.
Dit volgende verhaal gaat over een jongen genaamd Oliver Rooks die bekend staat als de langste tiener ter wereld. Het is vanzelfsprekend dat hij met zo'n lengte ook een basketbalster werd. Oliver is aanzienlijk langer dan alle andere tieners, want hij is 2,26 meter en hij is ook de langste jongen op zijn school. Toen Oliver 11 was, begon hij al snel te groeien en sindsdien is de groei nooit meer gestopt. Vandaag de dag wordt Oliver door Guinness World Records 's werelds langste tiener genoemd. Voordat hij begon met basketbal speelde hij bij de jeugdvoetbalclub van Real Madrid, dus zoals je hoort heeft de jongen vele talenten. Hij besloot uiteindelijk voor basketbal te gaan en dat is een goede beslissing geweest, want hij heeft al de aandacht weten te trekken van de bekende basketballers Steph Curry en Joel Embiid. En wie weet zien we hem in de toekomst wel in de NBA spelen. Joshua en Jessica Clark, een stel uit Georgia, hebben hun gezin uitgebreid door officieel 7 broers en zussen te adopteren. Wat dit geval uniek maakt is dat ze dit deden op één dag. Met hun biologische zoon Noah, die 3 jaar oud is, hebben de Clarks nu een gezin van 10. De geadopteerde kinderen, variërend in leeftijd van 5 tot 14 jaar, zijn allemaal broers en zussen of halfbroers en zussen met dezelfde moeder. De broers en zussen kwamen 4 jaar geleden in het pleegzorgsysteem terecht toen hun moeder het gezin verliet. Sindsdien wonen ze bij de Clarks, die hebben uitgesproken dat ze ook het babyzusje van de broers en zussen willen adopteren. Ze hebben daar echter een groter huis voor nodig. De beslissing van de familie om de 7 broers en zussen te adopteren komt voort uit hun wens om een groot gezin te hebben. Sterker nog, op hun eerste date sprak Joshua over zijn wens om 10 kinderen te hebben. Een idee dat Jessica enthousiast maakte vanwege haar opvoeding in een pleeggezin. Sommige mensen worden geboren met een extra vinger of teen en spenderen de rest van hun leven om het te verbergen of te accepteren. Deze kleine jongen besloot zijn extra vingers echter niet te verbergen. Ashkat Saxena is een Indiaanse jongen die werd geboren met overtollige vingers, specifiek 34 vingers en tenen, als gevolg van een genetische aandoening genaamd polydactylie. Deze aandoening zorgt ervoor dat mensen extra vingers of tenen hebben en in het geval van Ashkat had hij 7 vingers aan elke hand en 10 tenen aan elke voet. De aandoening trok internationale aandacht toen hij het Guinness World Records verbrak voor de meeste vingers en tenen bij een levend persoon. Hij onderging verschillende operaties om de overtollige vingers te verwijderen en zijn duimen te reconstrueren. Polydactylie kan erfelijk zijn en kan voorkomen in verschillende vormen zoals het hebben van extra vingers of tenen aan slechts 1 hand of voet of het hebben van extra vingers en tenen aan beide handen en voeten. Behandeling voor polydactylie omvat meestal operaties om de extra vingers te verwijderen en het aangetaste gebied te reconstrueren. Angus Palms, een jongen uit Manchester, is de enige bekende persoon in Engeland die stopte met groeien op de leeftijd van 3 jaar en is ongeveer zo groot als een peuter. Hij heeft een zeldzame genetische aandoening die zijn groei en ontwikkeling beïnvloedt, genaamd MOPD type 1. Minder dan 1000 mensen in de Verenigde Staten hebben dit en het kan zich al voordoen bij pasgeborenen. Personen met MOPD type 1 ervaren een reeks symptomen waaronder microcefalie, wat betekent een kleine hoofdgrootte, ontwikkelingsachterstand en spijsverteringscomplicaties. Angus is nu 13 jaar oud en ondanks zijn uitdagingen is hij een vrolijk kind gebleven. Hij is ook voor veel mensen om hem heen een inspirerend persoon, want hij toont veel moed en hij heeft altijd een positieve houding. Angus heeft slechts een handvol tanden en moet gevoed worden via een buis, maar hij geniet van het spelen van videogames, tv kijken en met zijn vrienden praten. Momenteel is er geen effectieve behandeling voor MOPD type 1 en de behandeling omvat meestal sociale en medische ondersteuning. Individuen worden op deze manier geholpen om hun leven zo volledig en comfortabel mogelijk te leven. Herinner je de film met Brad Pitt waarin hij ogenschijnlijk achteruit verouderde? Het is een echte aandoening. Het lichaam van een 4-jarige ziet er namelijk uit als een 80-jarige, maar de geest is dat van een kind. Bayezid Hussein is geboren met deze zeldzame aandoening, progeria genaamd. Kinderen met progeria verouderen zeer snel en hebben vaak een kenmerkend uiterlijk, waardoor kaalheid, gerimpelde huid en een kleine gestalte. De aandoening leidt meestal tot gezondheidsproblemen zoals hartziekte en beroertes. Het uiterlijk van Bayezid heeft hem tot het doelwit van pesten gemaakt, maar de jongen was sterk en wist deze periode te doorstaan. Het heeft hem er echter wel van weerhouden naar school te gaan en heeft hem geïsoleerd van de buitenwereld. Progeria treft slechts 1 op de 4 miljoen mensen wereldwijd. Het wordt veroorzaakt door een mutatie in een enkel gen die leidt tot de productie van een abnormaal eiwit dat zich ophoopt in de cellen en een normale functie verstoort.
Deze aandoening wordt meestal in de vroege kinderjaren gediagnosticeerd en heeft helaas geen genezing. We hebben het al gehad over het langste haar of de langste wimpers, maar Isaac Johnson is een jongen die bekend staat om de grootste mond ter wereld. Ja, we maken geen grapje, want Isaac heeft de grootste mond ter wereld en is zelfs in het Guinness Book of World Records opgenomen. De tiener heeft het officiële record verbroken met zijn mondopening, die nu 10,2 centimeter meet, vanaf zijn boventanden tot zijn ondertanden. Je hebt vast wel eens gehoord van albinisme, een aandoening die een gebrek aan huid- en haarpigment veroorzaakt. Maar dit is extreem uniek wanneer het bij een tweeling gebeurt. Maak kennis met Lara en Mara, die waarschijnlijk de populairste albino-zusjes ter wereld zijn. Interessant is dat de meisjes een oudere zus hebben die niet albinisme heeft. Het feit dat Lara en Mara albino's zijn is ook niet het meest ongelofelijke deel van hun verhaal, want de 11-jarige meisjes breken letterlijk alle stereotypen in de schoonheidsindustrie. Ze houden van poseren en fotograferen, dus geen wonder dat het modebedrijf Terra Nova hen uitnodigde voor een fotoshoot. Verder vertellen de meisjes dat ze erg trots zijn op hun albinisme en dat ze erg veel van hun huid en haar houden. Chris en Erin Austin waren betoverd door de fascinerende ogen van hun dochter Primrose toen ze haar in 2016 adopteerde uit het Chinees weeshuis. Haar zilveren ogen zorgden er echter voor dat de rest van de wereld met angst en afkeer reageerde. In het weeshuis renden andere kinderen namelijk bij haar vandaan. Primrose's beperkte zicht was namelijk het gevolg van onbehandelde kinderglaucoom. Haar leven nam een zorgwekkende wending aan toen ze begon te lijden aan ondraaglijke oogpijn, wat leidde tot zweten, 16 uur per dag huilen en weigeren te eten. Ze begon aan een reis om haar ontwikkeling te voeden, haar basisvaardigheden te leren zoals rechtop zitten, haar hoofd vasthouden, voeden en genegenheid tonen. Het weeshuis had haar echter geïnformeerd dat het meisje mogelijk doof en blind was door onbehandelde aangeboren glaucoom. Symptomen van kinderglaucoom zijn onder meer vergrote ogen, troebele hoornvliezen en lichtgevoeligheid. Medische professionals ontdekten later dat Primrose een extreem zeldzame aandoening had, genaamd 6P25 deletie-syndroom. Als gevolg hiervan was haar zicht beperkt tot het waarnemen van licht en kreeg ze ook te maken met leerproblemen, spierzwakte en andere uitdagingen. Charlotte Garside staat bekend als het kleinste meisje ter wereld, geboren in het Verenigd Koninkrijk met een zeldzame vorm van primordiale dwerggroei. Ze werd geboren in 2007 en woog minder dan een kilogram en was korter dan 25 centimeter. Ondanks de aanvankelijke verwachting van medisch personeel dat ze niet langer dan een jaar zou leven, heeft ze zich door haar ziekte heen gevochten en vierde ze haar 15e verjaardag in 2022. Charlotte's ouders hebben hun leven gewijd aan de zorg voor haar, inclusief haar dagelijkse behoeften, onderwijs en medische rekeningen en uitgaven. Primordiale dwerggroei is een zeldzame genetische aandoening die ernstige groeirestricties veroorzaakt, waardoor individuen aanzienlijk kleiner zijn dan hun leeftijdsgenoten. Charlotte's ziekte betekent dat ze een verzwakt immuunsysteem heeft en cysten op haar lever heeft. Haar toestand is zelfs zo zeldzaam dat artsen er nog geen naam voor hebben bedacht. Wereldwijd zijn er slechts 200 mensen bekend met deze aandoening. Ondanks haar kleine gestalte heeft Charlotte een groot karakter en wordt gezegd dat ze dol is op muziek en dansen. April Starr is een 10-jarig model uit Baltimore, Maryland die op 6-jarige leeftijd de diagnose vitiligo kreeg. Vitiligo is een huidaandoening die verlies van huidpigment veroorzaakt, resulterend in witte vlekken of plekken op de huid. Het komt voor bij meer dan 1% van de bevolking wereldwijd. Wat April heeft, wordt een auto-immuunziekte genoemd, wat betekent dat het immuunsysteem de cellen die pigment in de huid produceren aanvalt en vernietigt. Ondanks dat ze wordt gepest door leeftijdsgenoten, heeft April haar unieke schoonheid omarmd en is een online sensatie geworden door inspirerende selfies te delen. Haar verhaal is in verschillende media uitgelicht en ze heeft veel mensen over de hele wereld geïnspireerd om hun verschillen te omarmen. In 2018 werd April benoemd tot vitiligo-ambassadeur van de American Vitiligo Research Foundation en ze gebruikt haar platform om bewustwording over de aandoening te vergroten en zelfvertrouwen te bevorderen. Een van de belangrijkste boodschappen die ze met anderen deelt is om zelfvertrouwen doelen te stellen in plaats van angstdoelen en ze moedigt mensen aan om zelfliefde en positiviteit te omarmen. April wordt ook vaak vergeleken met Winnie Harlow. Beide hebben unieke kenmerken en zijn inspirerende figuren, maar ze hebben hun eigen individuele stijlen en paden in de modewereld. Zoe Lush staat bekend als het meisje dat gemaakt is van glas. Je zou niemand, zelfs je ergste vijand, deze aandoening niet toewensen.
Zoe is een jong meisje dat geboren is met een zeldzame genetische aandoening genaamd osteogenesis imperfecta, ook wel bekend als de ziekte van de broze botten. Deze aandoening maakt haar botten extreem fragiel, waardoor ze zelfs bij lichte impact of druk breken. Zoe heeft al honderden breuken gehad gedurende haar korte leven en heeft talloze operaties ondergaan om gebroken botten te repareren en haar pijn te verzachten. Deze zeldzame genetische aandoening treft ongeveer 1 op de 20.000 mensen wereldwijd. Het wordt veroorzaakt door mutaties in de genen die de productie van type 1 collageen beïnvloeden, een eiwit dat structuur en sterkte geeft aan botweefsel. Er zijn verschillende vormen van osteogenesis imperfecta met verschillende gradaties van ernst. Sommige mensen ervaren misschien maar een paar breuken in hun leven, terwijl anderen zoals Zoe honderden breuken kunnen hebben die hun levenskwaliteit ernstig beïnvloeden. Mia Aflalo is een 5-jarig meisje uit Tel Aviv in Israël die bekend werd vanwege haar prachtige dikke haar. Ze werd een Instagram-sensatie en de foto's van haar gingen viraal over het hele internet. Er waren echter mensen die sceptisch waren en zeiden dat haar haar nep was. Maar dit is waarschijnlijk gewoon jaloezie, omdat veel meisjes dromen van dit soort haar. Mia is tegenwoordig een model, ze heeft meerdere stylisten en ze vindt het erg leuk om fotoshoots te doen. Er zijn een hele hoop fictieve personages die we kennen uit films en tekenfilms. Maar het is bijna niet voor te stellen dat zulke mensen ook in het echt bestaan, toch? Maak kennis met Min An, die de Fishboy wordt genoemd. Hij komt uit Ho Chi Minh City in Vietnam en hij heeft een zeldzame genetische huidaandoening dat zijn huid schilferig en droog maakt. De jongen leeft op een ziekenhuisafdeling omdat hij 24/7 door de dokters moet worden verzorgd. Volgens verschillende onderzoeken zou zijn huid zijn aangetast door dioxine, een giftige stof die tijdens de oorlog in Vietnam is gebruikt. Het is algemeen bekend dat het effect van dioxine tot 5 generaties lang kan voortduren en dat het verschillende afwijkingen kan veroorzaken, geestelijk, lichamelijk of beide. Een echtpaar uit Tulsa, Oklahoma maakte een ongelofelijke verandering door in hun leven. Ze gingen van kinderloos naar ouders van 5 kinderen binnen een jaar tijd. Sarah en Andy Justice hadden moeite met zwanger worden en zochten advies bij een specialist. De specialist informeerde hen over de hoge kosten van IVF en de lage kans op succes met slechts 10% kans op zwangerschap. Geconfronteerd met deze realiteit besloten ze adoptie na te streven. Na een uitdagende reis werd het stel gekoppeld aan een aanstaande moeder en adopteerden ze een drieling. Maar tijdens een echoafspraak kreeg Sarah een verrassende openbaring van de dokter. Ze was zwanger geworden en ze ontdekte dat het tweelingen waren. Sarah en Andy waren vervuld van vreugde en opluchting omdat dit hun wens voor een groter gezin vervulde. Om te helpen met hun roedel kinderen krijgt het stel enorme steun van een hechte gemeenschap. Vrienden, familie en hun kerkelijke gemeente hebben een wekelijkse rotatie opgezet om Sarah te helpen terwijl Andy aan het werk is. Het gezin gebruikt ongeveer 40 tot 50 luiers per dag, oftewel 300 luiers per week. Dit is de kleinste baby die ooit is geboren en ze lijkt bijna niet echt. Quek Yu Huan is een baby die prematuur werd geboren in juni van 2020 en woog slechts 212 gram. Ze werd 4 maanden te vroeg geboren via een spoedkeizersnede nadat haar moeder diagnose pre-eclampsie kreeg, een aandoening die gevaarlijk hoge bloeddruk veroorzaakt en fataal kan zijn. Quek verbleef 13 maanden in het National University Hospital in Singapore, waar ze intensieve behandeling onderging en afhankelijk was van verschillende machines om te overleven. Tijdens haar verblijf in het ziekenhuis kreeg ze verschillende soorten behandelingen en haar gezondheid en ontwikkelingen gingen goed onder zorg van de artsen. Ondanks de kans overleefde ze en werd ze in juli van 2021 uit het ziekenhuis ontslagen met een gewicht van 6,3 kilogram. Sindsdien is ze uitgegroeid tot een gezond en gelukkig meisje van 2 jaar oud, dat tegenwoordig het gebruikelijke gewicht heeft voor kinderen van haar leeftijd. Ze heeft echter nog steeds chronische longziekte en heeft een voedingssonde door haar neus nodig voor melk. Haar ouders, die permanente inwoners van Singapore zijn, konden zich haar langdurige ziekenhuisverblijf veroorloven via een crowdfundingscampagne die $270.000 inzamelde. Rona Begum, de Indiase baby geboren met hydrocephalus, trok wereldwijd de aandacht toen foto's van haar hoofd de wereld rondgingen. Mensen kwamen voor haar op en de overheid van India betaalde voor haar medische behandeling in een gerenommeerd ziekenhuis in Delhi. De aandoening werd veroorzaakt door een ophoping van vocht in Rona's hersenen en het liet haar niet in staat om te bewegen of te communiceren. Het kan op elke leeftijd voorkomen en volgens de zoekresultaten komt hydrocephalus voor bij 2 van de 1000 geboorten in de Verenigde Staten.
Ondanks dat de diagnose en behandeling van hydrocephalus vaker voorkomen, was Ronas geval uitzonderlijk. Hoewel de operatie en behandeling aanvankelijk leidde tot een verkleining van de omvang van haar hoofd, bleef de gezondheid van Rona toch kwetsbaar. Helaas overleefde het meisje op 5-jarige leeftijd in 2017. Voordat hij zelfs geboren was, wisten de ouders van Evan Fasciano dat zijn leven moeilijk zou zijn. Hij zou een huidaandoening hebben, zo zeldzaam en uitdagend dat niet alleen zijn levenskwaliteit zou worden beïnvloed, maar ook de lengte van zijn leven. Harlequin ichthyosis, zoals het wordt genoemd, is een zeldzame genetische huidaandoening die ongeveer 1 op de miljoen geboortes wereldwijd treft. Laat het getal je even bezinken. Deze aandoening wordt veroorzaakt door een genetische mutatie die de normale ontwikkeling van de huid beïnvloedt, resulterend in een gebarsten en verdikte huid. Baby's geboren met harlequin ichthyosis hebben meestal dikke, diamantvormige platen huid, waardoor de onderliggende weefsels van het lichaam worden blootgesteld. De aandoening treft veel delen van het lichaam, waaronder het gezicht, de armen, de benen en de romp, en het kan leiden tot ademhalingsmoeilijkheden en tot problemen met het reguleren van de lichaamstemperatuur. Evan krijgt minstens 2 baden per dag om de overtollige huid die dagelijks groeit te verwijderen. Gelukkig konden zijn ouders toen hij iets ouder werd een rolstoel voor hem krijgen om hem te helpen zich te verplaatsen. Heb je ooit gehoord van een stam ergens in Afrika die ringen om hun nek dragen om deze langer te maken? Dit volgende verhaal gaat echter niet over deze stam, maar wel over een Chinese jongen genaamd Fu Wengai met een extreem lange nek. Hij werd zo geboren en bovendien leidt hij aan enkele andere aandoeningen. In plaats van slechts 7 wervels in de nek te hebben, wat wij allemaal hebben, heeft Fu er 10. Dit zorgt ervoor dat het moeilijk voor de jongen is om te lopen. Zijn vader besloot uiteindelijk dat het beter was voor de jongen om een operatie te ondergaan die zijn leven gemakkelijker zou maken. Het volgende verhaal over een 13-jarig meisje uit India genaamd Twinkle is behoorlijk ongelooflijk en is nog steeds een groot mysterie. Wanneer het meisje verdrietig is, haalt ze geen vocht, maar bloed. Volgens verschillende artikelen zou ze al 2 jaar lang zo leven en het bloed zou soms zelfs zonder reden uit haar ogen beginnen te lopen. De dokters weten niet wat ze moeten doen en ze zijn er zeker van dat er geen genezing is voor deze aandoening. Een bekende dokter uit Dallas genaamd George Boogaghan zei dat hij nog nooit gehoord had van iemand die uit de ogen bloedt. Dus zelfs vandaag de dag blijft dit ongelooflijke mysterie onopgelost. Hoe denk jij dat dit mogelijk is? Of zou het verhaal niet echt waar zijn? Laat me je mening weten in de reacties. Danny en Karen Finar werden in hun jeugd geconfronteerd met onverwachte omstandigheden. Karen werd op 15-jarige leeftijd naar een tehuis voor ongehuwde moeders gestuurd en Danny had beperkte mogelijkheden om haar te bezoeken. Ze beviel later van hun dochtertje en nam de moeilijke beslissing om haar ter adoptie te plaatsen. Het koppel moest uit elkaar gaan toen haar ouders wilden dat ze een opleiding zou volgen in plaats van te trouwen. In 2014 leidde nieuwsgierigheid ertoe dat Danny Karen online zocht. Binnen 36 uur na het opnieuw verbinden, hertrouwden ze en vestigden zich in de Twin Cities. Maar er ontbrak iets, hun dochter. Samen werkten ze met een organisatie genaamd Lutheran Social Services om hun dochter Jeannette te lokaliseren. Het adoptiebureau nam contact op met Jeannette met een brief die zij aanvankelijk negeerde. Gelukkig las haar echtgenoot de brief wel en deed verder onderzoek. Toen pas besefte Jeannette dat haar biologische ouders naar haar op zoek waren. Via uitgewisselde brieven besloten ze elkaar te ontmoeten op een ochtend in mei van 2016, 50 jaar nadat ze haar hadden afgestaan. Dit is een van die gevallen die een hele aflevering van Grey's Anatomy waard is. Jessica Brett, een 9-jarige meisje uit Lincoln, Verenigd Koninkrijk, onderging een baanbrekende ballonoperatie om een grote moedervlek op haar hoofdhuid te verwijderen. Dokters waren bezorgd dat de moedervlek kwartaardig kon worden en traditionele behandelingen zoals huidtransplantaties waren niet haalbaar vanwege het grote huidoppervlak dat moest worden bedekt. In plaats daarvan gebruikten specialisten een baanbrekende techniek om 4 ballonnen onder Jessica's hoofdhuid in te brengen om de huid uit te rekken. Na 6 maanden werd het overtollige huidweefsel dat door de ballonnen was gecreëerd gebruikt om de moedervlek te vervangen. De procedure was in een primeur in het Verenigd Koninkrijk en was slechts 1 keer eerder in de Verenigde Staten geprobeerd. Jessica's moeder Becky sprak over de moed van haar dochter tijdens een lange proces en hoe ze zich er doorheen sloeg. Jessica heeft sindsdien haar haar in de stijl van haar favoriete popster Jessie J geknipt en hoewel ze littekens heeft, vervagen ze snel. De ballonprocedure is een succes genoemd en biedt mogelijk hoop voor anderen met vergelijkbare aandoeningen. Stel je de ergste nekpijn voor die je ooit hebt ervaren.
Het is waarschijnlijk niets in vergelijking met wat Mahendra Arivar heeft doorgemaakt. Zijn ongewone aandoening, bekend als CVJ, maakt het onmogelijk voor hem om zijn hoofd recht te houden. Om zijn hoofd omhoog te houden was hij afhankelijk van een metalen frame dat speciaal voor hem was ontworpen. Ondanks dat hij geboren was in armoede, heeft het verhaal van Mahendra de harten van velen over de hele wereld veroverd. Er werd een crowdfundingscampagne gelanceerd om zijn medische behandeling te financieren. Beroemdheden zoals Oprah Winfrey en Amitabh Bachchan hebben geholpen om aandacht te vragen en hebben bijgedragen aan zijn zaak. Helaas was het niet genoeg, want Mahendra overleed op slechts 8 maanden oud. De schade aan Mahendra's ruggenmerg waren te ernstig. De afwijkingen kunnen fataal zijn en kunnen zich zelfs in latere stadia van het leven voordoen. We weten ook niet de mogelijke oorzaken waardoor zijn nek zo is gaan groeien, hoewel sommige studies suggereren dat genetica een rol kan spelen bij de ontwikkeling ervan. In Indonesië is een baby geboren met een zeldzame en complexe medische aandoening waarbij zijn samengevoegde tweeling niet volledig ontwikkelde in de baarmoeder. Hierdoor hadden ze 2 gezichten en 2 hersenen met maar slechts 1 hoofd. De baby, Gilang Andika genaamd, wordt technisch gezien geclassificeerd als een samengevoegde tweeling, maar heeft maar 1 lichaam met 2 armen en 2 benen, waardoor dit extreem zeldzaam is. Vanwege zijn toestand kan Gilang niet borstvoeding krijgen en moet hij melk krijgen via een tube. Artsen in zijn omgeving hebben zijn ouders Ernie Lazari en Mustafa verteld dat ze niet in staat zijn om te opereren. Zijn aandoening is namelijk zo zeldzaam dat doktoren niet zeker weten of hij op lange termijn zal kunnen overleven. Hydrocephalus, veroorzaakt door een ophoping van vloeistof in de hersenen, is ook een complicatie waar Gilang mee te maken heeft. Deze medische aandoening kan bij veel pasgeborene baby's leerstoornissen, spraak, zicht- of geheugenproblemen of epilepsie veroorzaken. Het hart is een van de belangrijkste organen die we hebben. En kun je je voorstellen hoe gevaarlijk het zou kunnen zijn als we geboren zouden worden met ons hart aan de buitenkant? Dit is precies wat er gebeurde met Versafia. Een meisje waarvan haar hart op een hele ongewone plek zit. Zoals we kunnen zien zit haar hart aan de buitenkant van haar borstkas. Ze is zo geboren en haar hart wordt dus niet beschermd door haar ribbenkast en buikspieren. Dit geval is zelfs zo uniek dat het slechts 1 op de miljoen levend geborenen voorkomt. De zaak van Natalia Grace, een Oekraïense dwerg, heeft de aandacht getrokken op social media vanwege bizarre en verontrustende elementen. Natalia was geadopteerd door Michael en Christina Barnett in 2010. Na een tijdje kreeg het stel het vermoeden dat Natalia niet het 6-jarige weeskind was waarvoor ze zich uitgaf, maar een volwassene die zich als een kind voordeed. Volgens het stel vertoonde Natalia verontrustend gedrag zoals het lezen van de Bijbel en het uiten van pogingen om kwade gedachten kwijt te raken. Ze beweerde dat ze hem bedreigde met geweld en het vergiftigen van hun koffie. Na verloop van tijd begon haar gedrag nog meer te escaleren. De familie beweerde dat Natalia een gevaar vormde voor hun gezin. Bezorgd door deze waarschuwingssignalen zochten ze juridische hulp en in 2012 werd er een verzoekschrift ingewilligd om Natalia's geboortedatum van 2003 naar 1989 te veranderen op haar Oekraïense geboortedocument. Het laatste wat bekend is dat Natalia alleen ging wonen in een appartement in een ander land. Heb jij ooit overwogen om een kind te adopteren? Of ken je iemand die dat heeft gedaan? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.